Hey, ik ben Alban. Ik ben werkzaam bij Van Haan als speuter. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe de speuterij werkt en hoe de kleur op jouw fiets komt. In onze speuterij worden aangepaste fietsen van Van Haan in twee spuitcabines in diverse rolkleuren gepoederkoot. Een van de spuitcabines werkt automatisch en brengt de grondlaag op het frame aan. Bij de andere cabines wordt de verf en de afvlaklaag met de hand aangebracht. Poedercoating is een elektrostatisch verfproces. Poedercoating gebeurt na het stralen in de productie, waarbij het frame positief geladen wordt door de rails waar het frame aan hangt. Het poeder is negatief geladen en wordt daarom aangetrokken door het positief geladen frame. De meeste fietsen krijgen drie lagen poedercoating. Voor de primer gaat het frame door een scanner. De eerste is de primer, twee is de gewenste rolkleur, de laatste is een toplaag. Deze blanke lak kan een glanzende of matte lak zijn. Na elke verflaag gaat het frame de oven in op 200 graden. Hier smelt het poeder door de hitte. Het frame blijft 30 minuten hangen. Er kunnen tot 20 haken met frames in de oven. Het productiesysteem geeft aan welke haken het frame in de spuiterij moet worden gehangen. De spuiter weet via hetzelfde systeem welke kleur het frame krijgt. Er zijn in totaal 75 haken waaraan frames en fietsonderdelen kunnen worden opgehangen. Het poeder dat onder hoge druk op het frame wordt gespoten, hecht zich tijdelijk en wordt vervolgens in de oven gesmolten. Dit unieke poedercoatingsproces maakt het poeder niet alleen gedeeltelijk herbruikbaar, maar ook vrij van oplosmiddelen en produceert minder gevaarlijk afval dan traditionele verven. Bij het poedercoaten proberen we zo min mogelijk poedercoating te verspillen om zo milieuvriendelijk te werken. Vond jij dit nou een leuke video? Geef dan een like, subscribe, zet het belletje aan en dan zie ik je graag de volgende keer.